Een weekje pauze, is dat nou zo erg? Nee, dat is echt niet erg. Probeer wel gewoon 3 keer in de week 15 minuten per voet te oefenen. Neem altijd een vaste tijd, weet je wel. Dan kan je het niet opzij schuiven. Dat is natuurlijk belangrijk, maar dat doe je natuurlijk al een hele tijd. Maar dan heb je een week en dan ben je bijvoorbeeld in huis bezig. En dan loopt er stukken door rond of een timmerman of je helpt je kind verhuizen. Het maakt niet zoveel uit, maar het komt gewoon niet uit. Is dat nou zo erg? Nee, dat is niet erg. Weet je, als je dan maar gewoon die hele week toch nog wel op je houding let. Hè? Hoe sta je? Is die druk goed onder je voeten? Dat heb je nu al een paar keer geoefend, dus dat weet je. Loop eens met kleinere passen, dan weet je, dan doe je dat ook. Of loop eens op ongelijke ondergrond. Dat zijn allemaal dingen, dan ben je toch met je voeten bezig. Maar dan heb je die week pauze, die kan je rustig nemen. En dan ga je na een week, ga je gewoon weer beginnen.